Dag Sandra, u spreekt met Pieter Aspe in verband met de Aspe Award. Ah, dag Pieter, hallo. Hallo, hallo. Ik ben blij om de lijn te hebben. Ja, ik ook. Ik kan je meedelen dat je de derde prijs gewonnen hebt. Ah, dus je bent nummer 3. Je krijgt een jaar gratis om meer. Als ik zo literaire ambities heb voor mijn thriller uit te brengen, kan ik je dan met u eens een keer contact opnemen of zo? Of, Ja, je mag dat doen via mijn sympathieke uitgever Karel Dirks. Hallo. Hallo, met Koen Strobbe? Ja. Het is met Pieter Aspe. Dag meneer Aspe. Goeiedag. Het was om te zeggen dat je de tweede prijs gewonnen hebt met Aspe. Oh. Dus je bent, je krijgt dus heel mijn oeuvre. Allee, ik weet niet of dat een grote prijs is, maar in ieder geval neemt... Dat zou mij heel veel plezier doen. Neemt veel plaats in. Nee. Ik ben natuurlijk enorm blij van u in levende leven aan de lijn te hebben en natuurlijk ook wel teleurgesteld dat het maar de tweede prijs is, hè? Nu, Natalia was ook maar de tweede in de Salt Mix Show. Hè. Hallo? Met Amber? Ja. Dus met Pieter Aspen. Hallo? Hallo, hoor je mij nog? Ja. Ja, ja. Ah, ik dacht dat je onder de indruk was, maar nee. Het was eigenlijk om te melden, ik ga er niet lang omheen draaien. Je hebt dus gewonnen. De eerste prijs, ja. Goeie hoor. Op 31 oktober zien we elkaar op de boekenbeurs en dan kunnen we beter kennis maken. Want ik hoor net dat je pas 21 bent en ik val op jonge meisjes. Dat komt allemaal oké. Okay, ja.